Hallo, leuk dat je kijkt naar deze tarot dagkaart voor donderdag 21 december 2017. Mijn naam is Esther van Heerbeek van het 12e huis. En ook vandaag werk ik weer met de tarot Illuminati om die te gebruiken als dagkaart voor vandaag. Nou, hoe moet je deze kaart zien? Als een stukje inspiratie, als een stukje inzicht misschien in een situatie waar je vandaag mee te maken krijgt. Het kan een tendens aangeven, het kan ook een bepaald thema aangeven waar je vandaag aan kunt werken. Dus kijk even wat op jou van toepassing is en dan ben ik bijna klaar voor mijn gevoel met schudden. Want dit is dan de kaart die voor vandaag, donderdag 21 december, van toepassing is. Dat is de zes van zwaarden. En de zes van zwaarden geeft een keuze aan. En ook wel een bewuste keuze. Want zwaarden staan symbool voor het denken, voor het rationele, het bewuste. Daarom is deze kaart een raadgever in de zin van maak vandaag een bewuste keuze. En waar moet die keuze over gaan? Nou ja, dat heeft natuurlijk met de situatie te maken die jij alleen kunt invullen. Maar die er wel voor zorgt dat je in rustiger vaarwater terechtkomt. Dus een bewuste keuze waardoor je de chaos of de hectiek achter je kunt laten. Of een probleem achter je kunt laten. Of een ruzie achter je kunt laten. Zodat je in rustiger vaarwater terechtkomt. Deze kaart kan ook betekenen dat je vandaag veel onderweg bent. Of dat je vandaag op de een of andere manier met een verhuizing te maken krijgt. Het kan ook zijn dat je van plek gaat verwisselen. Of dat je de kamer anders gaat inrichten. Dat zijn allemaal uitwerkingen die deze zes van zwaarden van uitwerking kan hebben. Dus kijk en voel ook even wat bij jou van toepassing is. Maar zorg er in ieder geval voor dat je ergens een keuze in maakt. Doe je dat niet, dan blijft het namelijk hectisch. Dan blijft het een beetje chaotisch. Dus ik hoop van harte dat je iets doet met deze tendens en dit inzicht. Nou, ik dank je natuurlijk weer hartelijk voor het kijken. Ik hoop dat je er iets mee kunt. En ik hoop je morgen weer terug te zien. Tot ziens, doei!